Vandaag wil ik het met jullie hebben over aankopen doen op het platform Shein. Misschien wel een leuk platform voor tieners om voor hele lage prijzen leuke dingen te shoppen. En misschien ben je wel op zoek gegaan naar je favoriete festival outfit daar. Maar er zijn toch een aantal addertjes onder het gras. En vandaag gaan we het met twee experten bij Testaankoop daarover hebben. Over net iets andere thema's binnen dat Shein gebeuren. En de eerste collega die mij vergezelt is Jorge van Klantendienst. Jorge. Heb ik dat een beetje goed geïntroduceerd? Ja, perfect. Dag Doreen, goedemiddag. Hey. Ik zeg van bij de klantendienst, maar het is een afdeling waar jullie met van alles bezig zijn. Maar toch, de essentie is dat jullie met die klantenervaring bezig zijn. Hè? En wat zijn dan zo de problemen waarmee mensen, klanten, bij jullie komen aankloppen als het over Shein gaat? Wel, als het over Shein gaat, zien wij verschillende zaken. Dus vooral op het gebied van levering zijn er heel wat problemen. Hoe komt dat nu? De basis van Shein zit in China. Dus dat betekent dat heel veel producten op een container worden gezet en dat die dan naar België worden verschipt. Alle productie zit in China. Dus dat betekent dat er eerst een container vol moet gekregen worden, alvorens dat alles overgezet wordt. En dat betekent natuurlijk dat dat soms lange wachttijden met zich kan meebrengen. Ook alles wordt er zo goed mogelijk ingepropt. Dus dat betekent dat je het risico beschadiging hebt. Kwaliteit, daar zien we ook wel dat er een aantal moeilijkheden mee zijn. En de maattabellen, hè. Dus daar zien we ook heel vaak, je zal maar een mediumetje nodig hebben en je moet een 5XL bij hen kopen. Dus je ziet dat daar wel een heel groot verschil is in wat dat zij als correcte maat zien en wat dat wij als correcte maat zien. Ook op kwaliteitsniveau, hè. Je hebt een rode t-shirt, je favoriete t-shirt, je was die samen met dat van Shein en je komt ineens met twee roze stuks terecht. Dat is niet de bedoeling, dus daar zien we ook wel heel wat klachten over. De reden dat klanten tot bij jullie komen, is waarschijnlijk omdat er misschien ook niet echt een concreet contactpunt is van Shein in België bijvoorbeeld. Ja, dus je hebt wel een Shein.be, dus de Belgische website bestaat, maar effectief de verhaalsmogelijkheden, de klantencontacten, dat verloopt in principe allemaal via China. Er zijn wel entiteiten in Nederland en Ierland, maar ook daar merk je dat dat heel moeilijk is om een contact te krijgen. Dat is de problematiek waar mijn consumenten, onze consumenten mee te maken krijgen. Dus zij nemen contact en zij stoten eigenlijk op een muur, zeker als het gaat om een garantie te laten spelen of whatever. Mm-hmm. Wij merken hetzelfde. Hè. We hebben die drie contacten, zowel in Nederland, Ierland als China zelf. Maar je moet daarvoor inloggen op je website. Je moet heel veel gegevens nalaten, alvorens dat je effectief in contact kan komen. En de laatste ervaring van de consumenten was, ze vullen het contactformulier in en ze krijgen een reply in het Chinees. Nu, ik weet niet of dat jouw Chinees is, maar het mijn is toch wel wat roestig. Dat zit wel roest op, ja, inderdaad. En dan wordt het heel moeilijk om dat juist te laten verlopen. Ja, dus dat is iets wat we zeker zien. En daar willen we ook de consument voor waarschuwen. Ja. Kan er zeker en als je voor €8, ik zeg maar wat, een jurk hebt gekocht, dan ga je misschien al sneller denken, ik laat het zo. Ja. Maar heel veel mensen die denken, ik laat het zo, dat is toch wel goed gezien van de Shein. Inderdaad, en dat is ook voor een deel het model waar dat zij op stoelen. Ja. Ze gaan voor een deel aan die lage prijzen, want massa is kassa. Dus ze gaan heel veel verkoop hebben en heel veel verloop. Maar dat is natuurlijk ook niet ecologisch. En wij willen graag dat de zaak ook ecologisch en uiteraard met een humane factor die dat ook gerespecteerd wordt. Ja, inderdaad. Uiteraard. Misschien nog een advies van jou uit? Goh, het advies dat ik wens te geven is dat kopen op Shein zeer leuk is voor iedereen. Het aanbod is enorm. Maar er zijn uiteraard risico's aan verbonden. Hè. Je zit met de leveringsrisico's, de garantierisico's. Het is heel leuk om er te bestellen, maar alles wordt in China geproduceerd. Dat betekent ook dat niet de Europese regels gevolgd worden. Dus op gebied van kwaliteit, ecologie, zijn er daar toch andere standaarden. En dat betekent dat dat ook een gevaar kan inhouden, zelfs voor je persoonlijke gezondheid. Maar daar gaat Ralf je iets meer over vertellen. Absoluut. Dankjewel om dat bruggetje te maken. En bedankt, Jorge, om hier te zijn. Dat is heel graag gedaan. Tot later, Doreen. Merci. We gaan het inderdaad met Ralf eens hebben over een ander aspect, namelijk gezondheid. En daar kijken we natuurlijk naar de test die uitgevoerd is. En daar komt niet alles even ideaal uit. Dus Ralf, kom erbij. Hallo, goedemiddag. Dag Ralf. Ik ga de microfoon een beetje... Ja, we zijn volledig voilà. On air. Zo zou het moeten lukken. Hi. Ralf, ik heb drie jonge kinderen, tieners, en die zullen misschien in een aantal jaren, nu mogen ze dat nog niet van mij, zelf beginnen klikken en kopen met hun geld. Maar dan, waar moet ik toch mij als moeder misschien een beetje zorgen over maken als het dan echt gaat over
gezondheid. Over wat komt daar dan eigenlijk met die container uit China juist mijn huis binnen? Wel, dat was een vraag die wij ons ook gesteld hebben. Dus wat hebben wij gedaan? We zijn een keer op dat platform gaan kijken en hebben doelgericht een aantal aankopen gedaan. 25 stuks kledij bestemd voor voornamelijk jonge kinderen, schoeisel. En we zijn die scheikundig gaan analyseren in samenwerking met een onafhankelijk labo, maar wel gespecialiseerd in het nagaan, het scheikundig gaan controleren van die kledingstukken. En spijtig genoeg hebben wij toch wel wat problemen moeten vaststellen. Hè. In 10 van de 25 aangekochte stuks hebben wij gevaarlijke chemische verbindingen teruggevonden. Nuance, er was slechts één product, een paar slippers, waar de resultaten werkelijk desastreus waren en waarbij de limieten of de waarden die we gevonden hebben, de officiële toegelaten limieten ruimschoots overstegen. Hè. Product was niet conform en was toch te koop via het platform. Is niet oké. Wat hebben wij zoal aangetroffen? Lood, nikkel, hè, metalen, hormoonverstoorders, irriterende stoffen, noem maar op. We kwamen het allemaal tegen. En dat vinden wij toch wel een probleem. Nu, belangrijke opmerking dat hierbij moet gemaakt worden, dat is dat we echt doelgericht op zoek zijn gegaan. Hè. Het labo heeft ons geholpen om keuzes te maken. Keuzes die ervoor zouden zorgen dat de pakkans, het feit dat we iets zouden aantreffen, inderdaad verhoogd zouden worden. Denk aan truitjes met felle bedrukkingen, felgekleurde bedrukkingen in plastic-achtig materiaal, opzetstukken in plastic, schoenen met ritssluitingen en dergelijke meer. Dus daar hebben we ons echt op gefocust. En we hebben helaas moeten vaststellen dat er toch wel wat chemische rommel in die producten zit. Wij niet alleen, ook andere organisaties hebben in het verleden al getest. En hebben ook inderdaad problemen vastgesteld. Wat gebeurt daar dan iets mee met die informatie? Kunnen jullie dan per onmiddellijk zeggen dat moet van de markt en wordt daarnaar geluisterd? Dat wordt genotificeerd, hè. Dat wordt gemeld via de officiële kanalen. En dat wordt dan ook teruggetrokken uit de verkoop. Hè. Dus het paar slippers, wat wij dan niet conform gevonden hebben, is uiteindelijk ook van de markt gehaald. En dat gebeurt iedere keer er dergelijke vaststellingen gebeuren. Ja. 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 Maar daar gaat Shane geen nachtje minder over slapen. Goh, dat weet ik niet, hoe dat uw nachtrust is. Maar ik vind wel dat de consument er toch eens, niet per se van wakker moet liggen, maar er toch eens goed moet bij stilstaan en moet over nadenken. Ja, want hoe moeten we die resultaten nu eigenlijk interpreteren? Wat moeten we ons daar dan zorgen om maken? Ik vind wel dat we ons zorgen moeten maken. Ga je acuut toxische effecten ervaren of ga je kinderen acuut toxische effecten ervaren wanneer ze zo'n kledingstuk dragen? Nee, waarschijnlijk niet. Alhoewel, dat paar slippers, daar waren de concentraties toch wel van een dusdanig niveau dat je kan verwachten dat er daar allergische reacties zijn. En hoe kwam dat dan? Hadden ze dan een bepaalde kleur gebruikt waarvoor een bepaalde kleurstof of... Nee, gewoon... Het was gewoon de samenstelling, hè. Het materiaal, de gebruikte kleurstoffen, mindere kwaliteit. Voor schoenen van 5 euro, bij wijze van spreken, moet je ook niet al te hoge verwachtingen hebben natuurlijk. Maar het probleem zit hem veel eer in het cocktaileffect. Hè. Een paar weken geleden ben ik hier ook geweest. Over PFAS. Ben ik over PFAS komen praten. Ja. PFAS is trouwens ook een van de componenten die ook in kledij wordt gebruikt. En ik heb toen ook gesproken over het cocktaileffect. Ja, en dat het een beetje overal zit. Het zit overal. Hè. Ja. Dus het is niet omdat in een bepaald kledingstuk chemische verbindingen zitten die onder de limiet zitten die toegelaten is, dat niet per se een probleem is. Mm-hmm. Kinderen, wij allemaal, wij komen dagelijks in aanraking met chemische verbindingen, hormoonverstoorders, noem maar op. En dat zijn altijd heel kleine hoeveelheden, maar dat accumuleert, dat stapelt zich op. En op middellange, lange termijn kan dat wel degelijk problemen geven. En daarom dat wij toch op onze hoede zijn, vooral wanneer dat kinderen betreft, die toch iets vatbaarder zijn voor dergelijke zaken. Ja. Hoe kan je dan als ouder de beste keuze maken? Want ik voel een beetje een contradictie al jaren tussen... We willen allemaal dat het sustainable is, we willen allemaal dat het groen gemaakt wordt en allemaal dat het in Europa gefabriceerd wordt. Maar als puntje bij paaltje komt, dan kiezen we voor het budget. De prijs. Voilà, de prijs. Inderdaad. Dus daar zijn we gewoon allemaal, daar zouden we allemaal
onze kar moeten keren, anders gaat dat nooit. Het staat de consument natuurlijk vrij om keuzes te maken, hè, maar indien je als ouder in dit geval bijvoorbeeld in de verleiding komt om via een dergelijk platform aankopen te doen voor je kinderen, gebruik dan de parameters die wij ook gebruikt hebben om de selectie te maken, maar net om dan die aankopen niet te doen, hè. Truitjes met felle bedrukkingen in plastic, schoenen met ritssluitingen en dergelijke meer. Probeer dat toch te vermijden en effectief overweeg misschien als alternatief iets duurzamere producten in biokatoen in plaats van voor die kunststof te gaan. Wat is er zo fout met een ritssluiting? Want je hebt dat nu al 2 keer gezegd. De aanwezigheid van die nikkel en lood. Hè. Dus, dat drukt de prijs, maar de keerzijde is wel dat die metalen op die manier erin komen. Hè. En ik wou nog zeggen, met betrekking tot dat cocktaileffect, staar je ook niet blind op aankoop van kledij alleen. Speelgoed, juwelen. Ja. We hebben nog niet zo lang geleden juwelen getest van allerlei handenplatformen en we hebben daar ook problemen vastgesteld. Dus denk na op een duurzame manier wanneer je keuzes wil maken voor je kinderen. Ja, absoluut. Ja, gisteren zag ik op de website van Shein een 12 set oorbelletjes, zirconen weliswaar, maar voor €1,70. Ja. En dan denk ik toch al zelf van, dat kan eigenlijk niet. Hè? Dat kan niet om een aantal redenen. Hè, krijg je die reflex. Maar het is niet gezegd dat indien wij die oorbellen of oorringen zouden analyseren, dat we daar per se problematische zaken in gaan tegenkomen. Ja. Hè? Dus er is geen onmiddellijke directe link tussen prijs en wat dat er dan uiteindelijk scheikundig allemaal in zit. Die zekerheid en die houvast heb je niet. Ja. Nee. Je zei dat er effectief, dat is leuk, navolging komt. Hè, dat er dingen zelfs uit de handel worden genomen. Maar wat kunnen jullie nog doen? Of wat stellen jullie nog vast dat er mag gaan gedaan worden? Wel, wij gaan samen met onze collega consumentenorganisaties toch proberen om die REACH-normen, dat zijn die officiële Europese limieten, om die toch eens te laten herbekijken. We gaan trachten om, laten we zeggen, de politiek zover te krijgen om dat in gang te zetten. En specifiek met als doel producten voor kinderen om die normen toch wat naar beneden te halen. In een ideale wereld worden wij allemaal, en zeker onze kinderen, niet blootgesteld aan scheikundige stoffen. Het feit dat wij niet conforme producten kunnen aankopen. Het feit dat andere organisaties ook al die vaststellingen hebben gedaan. Het feit dat wij recent nog op Temu, een andere platform, producten hebben aangetroffen met veiligheidsproblemen. Maar evenzeer op Wish, AliExpress, noem maar op. Het feit dat consumenten vandaag hier in Europa dergelijke probleemproducten kunnen aankopen, toont aan dat er iets schort aan de controles. Ja. Die moeten beter. De consument moet beter beschermd worden. En zolang dat het geval is, zullen wij, Testankoop en mijn team, het gezondheidsteam, testen als deze blijven uitvoeren om een beetje de vinger aan de pols te houden. Testankoop blijft dapper doorgaan. Voilà. Zo hoor ik het graag. Ja. Nee, heel goed, dankjewel om het stukje te belichten, Ralf. Heel belangrijk, merci.